heel lastig te beschrijven. Oh maar God. De kisten Joost, hebben, je back. Kisten Joost, hebben allemaal niet weer. Niet weer. Hou je back. Zijn volgens mij allemaal hetzelfde. Ja. Bijvoorbeeld aan Joost, hou je back. Driehoek, Joost. De andere zijde is Joost, de kompas. Joost. De Joost. Smoehouden. Joost, je moet je smoehouden. Ik ga hartstikke dood. Snel wezen. Alle trappen gaan weg en ik val dadelijk in het lava. We hebben nog echt heel korte tijd. Heel korte tijd. Yo, mensen, welkom terug bij een nieuwe Escape Room. Vandaag ben ik hier samen met je boy Joost. Link, ik ben bang. Waarom ben je bang, Joost? Link, we gaan weer een kasteel in, Link. Ik wil dat niet. We gaan weer een kasteel in van We Were Here 2. Want wij hadden eerst We Were Here gespeeld. Was een geweldige game. Hadden heel veel plezier in. Links in de beschrijving. Nu gaan we het weer doen, Joost. We zijn weer in een Escape Room. Van elkaar verwijderd en we moeten elkaar helpen om eruit te komen. Een filmpje. Een filmpje. Oké, we zijn nu met z'n vieren. In een sneeuwstorm. Oké, dit is volgens mij waar de vorige game eindigde. Toen waren we ontsnapt als soort van Eskimo's. En gaan we nu weer in hetzelfde kasteel in of zo? Wat is het idee? Oeh. Eentje valt. Nee, mankertje. Eén iemand gaat neer. Dit is een squad trouwens. Ik loop voorop samen met Joost. En dat was Harm en Jeremy die erachter liepen. Oh nee. We zijn ze kwijt. Jeremy en Harm. Nee, waar zijn ze? Zijn ze daar? Oh, dat is een mooie ster bij een kasteel. Laten we daarheen gaan, want dat is een heel slim plan. Spooky Castle. We zijn binnen. Gaat de deur zeker in één keer rats dicht. Wedden? Het gaat rats dicht. Het is trouwens wel echt heel mooi. Het is echt gewoon 360p. Maar dat maakt niet uit. En ja, ik zei... Oké. De deur ging niet rats dicht. De dinges gingen gewoon rats dicht. En we hebben een walkie-talkie. Hey, walkie-talkie, praten met elkaar. Ik ga links, jij gaat rechts. Slim plan. Want we gaan split-uppen. We hebben walkie-talkies, daarvan moeten we praten. Komt goed. Oh, we gaan ook allebei een andere kant op. Great. Lopen naar boven. Dit vind ik trouwens wel fijn, zo'n introductie. Want in de allereerste game hadden we geen introductie. Alleen een klein mini-eindfilmpje. In plaats van een beginfilmpje. Oeh. We gaan langzaam naar beneden. Langzaam het hol in. Waarschijnlijk is dit mijn perspectief. En ziet Link dus die andere guy. We zijn er. Kijk, een walkie-talkie. Ik wacht wel eerst tot Joost gaat praten. Want Joost is wel iemand die echt meteen gaat praten. Oh, Link, hoor je mij? Over. Joost, ik hoor je. Over. Oké. We hebben contact. We hebben contact. Link, waarom zijn we ook weer allebei een tombe ingelopen? Ieder aan de andere kant op? Over. Ja, dat komt omdat wij gewoon eventjes een beetje koud hadden. We moesten snel naar binnen toe. Hé, Joost. Ik zit in een kamer. Met 3 hieroglyphen of iets in die richting. Wat heb jij in je kamer over? We beginnen al gewoon meteen met puzzelen. Ik zit in een soort van dode tombe of zo. Ik zie hier begraafkisten, maar ik zie hier ook standbeelden, kaarsen, deuren. Oké, kan je die begraafkisten openmaken? Over. Kan ik de begraafkisten openmaken? Nee, zo te zien niet. Maar ik kan wel een paar deuren openmaken. Over. Oké, probeer die deuren open te maken. Want ik heb hier allemaal hieroglyphen en ik kan ze zeg maar overhalen. En dan krijg ik andere tekens. Dus ik denk dat ik 3 verschillende tekens nodig heb. En die in de juiste volgorde moet doen. En dan de hendel me overlaten om zeg maar de deur open te doen. Over. Ik zie nu dat beide deuren op slot zitten. Dus dat is progressie. Ik zie hier trouwens wel nu, als ik goed kijk, ik zie hieroglyphen staan boven de graftombes. Over. Oké, kan je de hieroglyphen beschrijven voor mij? Over. Oké, er zijn dus een aantal graftombes waar wel een grafkist in zit en een aantal graftombes waar dus geen grafkist in zit. En de graftombes waar dus wel een grafkist in zit, daar staan hieroglyphen boven. Maar ook bij die waar geen in zit. Dus ik denk dat ik alleen de hieroglyphen ga opnoemen waar dus een grafkist in zit. Over. Oké, hoeveel in totaal zijn het er? Hoeveel hieroglyphen met grafkist? Over. Eens even kijken. Volgens mij 3. Over. Kijk, we hebben er precies 3 nodig. Dus noem maar de eerste op. Over. Oké, de eerste. Laten we beginnen met deze. Oké, de eerste lijkt op een soort van kapstok. Die je zeg maar op de grond zet. Aan de onderkant zitten 3 poten. Aan de bovenkant zitten ook 3 dingen voor de kapstok. En aan de bovenkant zitten 3 bolletjes die open zijn. Die zijn niet ingekleurd, gewoon rondjes. Over. Oké, kan je hem nog 1 keer opnieuw eventjes beschrijven? Over. Het is een soort kapstok. Of een vork, ik weet niet hoe je het wil zien. Zeg maar, aan de onderkant zitten 3 poten. Een ronde boog en een poot in het midden. En dan daarboven zitten ook 3 poten. Een beetje hetzelfde als onderop. Maar aan de bovenkant zitten 3 open cirkels. Oké, even kijken of ik hem kan vinden hoor. Open cirkels. Joost, wat bedoel je precies met open cirkels? Over. Alsof je een rondje tekent op een papiertje. Dus gewoon echt cirkeltjes bedoel je gewoon. Over. Gewoon cirkeltjes. Over. Oké, top. Ik heb die gevonden. Maar die staan op de tweede steen staat die. En op de derde steen staat die. Dus we moeten uiteindelijk even kijken bij welke die hoort. Oké, beschrijf maar de volgende hieroglyf. Over. Oké, de volgende hieroglyf is misschien een beetje lastig te beschrijven. Het is een soort van
Het lijkt op wind. Het is een soort van S. Maar dan... misschien is hij goed geschreven. Even kijken, mijn naam schrijven. Ja, oké. Het lijkt op een S. Met twee streepjes rechts en links aan de bovenkant van de S. En twee streepjes rechts en links aan de onderkant van de S. Dat is echt een moeilijke beschrijving. Ik weet niet of je deze snapt. Ik ga er eventjes naar kijken, over. Oké, Link gaat er eventjes naar kijken. Dit is een moeilijke, jongens. Het is een soort wind is dit. Jullie zien het op mijn scherm. Het is een soort van wind. Oké, even kijken. Een soort... Ik zie hier wat. Ja. Oké, ik denk dat dat dan die is. Oké, Joost, ik heb hem denk ik gevonden. Over. Doe maar de volgende. Over. Het volgende hieroglyf is... Oké, deze is lastig. Het lijkt op een soort van schildpad of zo. Die op een stok staat. Het is heel lastig. Een schildpad die op een standaard staat. Over. Oké, Joost, ik heb hem denk ik gevonden. Ik ga nu de hendel overhalen. 3, 2, 1. Rats. En de deur is open. De deur ging bij mij ook open. We hebben een checkpoint gehaald. Link, over. Ja, ik hoor dus al in één keer spannende muziek. Ik vroeg me al af waar het op sloeg. Oké, wat er bij mij dus gebeurde. Ik beschrijf het even. Ik kwam in een enorme kamer en er gingen allemaal deuren dicht hier ook. Maar ik heb echt veel, jongen. Ik heb veel ruimtes. Oké, er zijn meerdere deuren waar ik doorheen kan gaan. In het midden groot boek. Heel veel deuren. Over. Oké, ik ga even beschrijven wat ik heb. Ik heb hier een hele grote middelste tombe met een soort een duivelsteek of zo. Met een aantal kaarsen eromheen. Ik heb twee verschillende mappen of een soort vlag met een rode en een blauwe. En er zitten allemaal verschillende figuurtjes op en allemaal lijnen en allemaal andere meuk. Ik heb geen idee. Ik heb natuurlijk wederom weer een deur die op slot zit. En ik heb ook een van de gigantische boek waar tekst op staat. Alleen het is wel lastig te lezen. Het is wel Engels. Over. Oké, ik heb dus ook een boek. En daar staan kaarsen in met nummers erop en ook een tekst. Over. Ja, ik heb dus een boek met heel veel tekst erop. Echt alleen maar tekst. Over. Denk je niet dat dat boek dan meer gewoon decoratie is? Over? Geen idee. Ik kan zeg maar wel op inzoomen en shit, maar ik weet het niet zeker. Over. Oké, ik ga de tekst voorlezen die op mijn boek staat, aangezien die wel leesbaar is. Over. Oké, dat is de tekst. Vervolgens staan daar rechts dus 6 kaarsen met op iedere kaars een Romeins getal wat aangeeft of het eerste, de tweede, de derde, de vierde, et cetera is. Oké, ik denk dat dat met die cijfers en kaarsen nodig hebben. Want zeg maar, in het midden heb ik ook 6 kaarsen en ik kan ze aandoen, zeg maar, in een bepaalde volgorde. Dus ik denk dat je even die kaarsen, of even moet zeggen welke kaarsen en welke Romeinse cijfers. En ik moet dan denk ik kijken welke, of ik de blauwe of de rode kaart moet gaan gebruiken. Maar dat is me nog niet duidelijk over. Oké, blauw en rood is ook goed om te weten, want ik heb namelijk 2 ruimtes waar ik heen kan gaan. Een blauwe ruimte en een rode ruimte. Dus dat is ook wel een ding. Maar goed, de kaarsen zijn als volgt, zijn ze neergezet. Als je zeg maar met je rug naar de ingang staat en je kijkt naar voren, de grote kaars die dan in het midden staat, dat is kaars 1. En dan naar links is kaars 2. Maar 3 zit weer helemaal aan de andere kant. Dus we moeten even een beetje kijken hoe dat gaat. Over. Wat bedoel je met kaars in het midden? Want mij zit alles gewoon in een rondje, zeg maar. Over. Wat staan er bij jou op de kaarsen? Zijn ze gewoon een kleurtje of is er verder niks mis mee? De kaarsen zijn gewoon kaarsen. Er is niks bijzonders meer aan. Over. Ze zijn in een rondje, zeg jij. Over. Ja, ze staan in een rondje. Maar ik zie ook dat, zeg maar, niet bij de kaarsen, maar gewoon dat middelste teken, zeg maar. Er zitten ook allemaal hieroglyphen staan er allemaal op. Over. Ik heb nog niet echt iets met hieroglyphen gevonden. Over. Of ik bedoel, niet over. Ik wil even met die kaars aan de gang gaan. Ik heb het gevoel dat je die op volgorde moet aanzetten. Als jij zeg maar gewoon... Je hebt waarschijnlijk een ingang waar je vandaan komt. Dichtstbijzijnlijk staat er dan recht voor je een kaars. Over. Ja, er staat recht voor me een kaars en die doe ik nu aan. Over. Oké, top. Links van die kaars is kaars 2. Doe die nu aan. Over. Oké, ik druk hem nu aan. Er staan allebei aan. Over. Oké, de middelste kaars was kaars 1, die ik als eerste heb aangedaan. Daarnaast zit kaars 4. En daarnaast zit kaars 3. Oké, dan doe ik nu kaars 3 aan en dan nu kaars 4. Over. Oké, lekker bezig. Kaars 5 zit naast kaars 2. Dus kaars 1 was in het midden. Links daarvan was kaars 2. En daarnaast zit kaars 5. Over. Ik heb het gedaan. I did it, Joost. Oké, nu zijn we... Perfecte volgorde. Nu zijn mijn hekken naar beneden gegaan met die hieroglyphen. Met de blauwe kamer en de rode kamer. Ga nu naar de rode kamer toe. Over. Is het gelukt met de kaarsen? Over? Yes, the cars are all done, my friend. Oké, ga naar de rode kamer toe. Over. Oké, ik loop nu naar de kamer waarin een grote rode vlag hangt met een soort van pulserend logo. Over. Oké, ik heb ook iets. Ik heb zeg maar... heb jij ergens een rondje met een kruisje erin? Over. Ja, een rondje en een kruisje zit is... Oké. Op de rode vlag staat een groot symbool. En het symbool bestaat uit meerdere symbolen. En het rondje van met het kruisje zit ook in het symbool. Over. Oh. Voor mij zitten dan wat dingen boven. Want ik kan zeg maar dingen... Ik kan 4 dingen selecteren die dan boven dat rondje met een kruisje komt. Kan je die bij mij beschrijven wat dat, zeg maar, dat pijltje is, zeg maar, daarboven? Over. Oké, ik ga mijn best doen. Vanuit het rondje met het kruisje gaat er een streep omhoog. Eigenlijk helemaal tot en met boven.
En dan het eerste stukje wat daarin zit is een soort van een horizontale streep met aan beide kanten een half bakje. Beter kan ik het niet beschrijven, denk ik. Beide een half bakje. Oh, bedoel je gewoon dat eigenlijk gewoon een soort vork erboven komt? Jij hebt zeg maar een hele lange streep die naar boven toe gaat en dan zit er gewoon een half bakje in die streep zelf over. Nee. Er gaat een hele grote streep naar boven. En het eerste icoon wat zeg maar op die streep zit is dus weer een horizontale streep, waardoor er een soort van plus wordt gecreëerd. En dan aan de uiteindes van die horizontale streep zit zeg maar dan een C en een omgedraaide C over. Oké, dat hoef ik eventjes nog niet te weten dan. Ik wil alleen even weten hoe het bovenste gedeelte eruit ziet over. Het bovenste gedeelte is een soort van drietand met op de rechter en op de linkertand een cirkel. Oké, dan ga ik eventjes uitvogelen hoe ik die kan krijgen. Oké. Het is gewoon een cirkeltje met... Het is een bakje met twee van die rondjes erboven, toch? Over. Juist hem, over. Oké, dan heb ik nog een vraag. Zit er ook nog een streepje in dat bakje, over? Het streepje zit in het bakje, over. Dan weet ik denk ik genoeg. Hoe die er dan uitziet, is het zeg maar... Vanaf het rondje ga je naar boven, heb je twee horizontale streepjes. Dan heb je dat bakje met die rondjes en daar zit nog een streepje in, toch? Over. Ja. Oké, en die twee horizontale streepjes, de eerste is het kleinste en die daarboven is net een tikkeltje langer. Klopt dat? Over. Nee, het onderste streepje is groter dan het bovenste streepje. En aan het onderste streepje zitten dus die twee C's waar ik het eerder over had. Over. Oké, dan denk ik dat ik hem dan verkeerd heb. Ben ik bang. Dus ik ga even wat nieuwe dingetjes uitproberen. Over. Ik heb echt geen idee wat Link nu ziet. Het is zo verwarrend. Hij ziet allemaal dingen. Het enige wat ik zie is dit. En ik probeer het zo goed mogelijk te beschrijven, maar ja, het is ook een beetje op basis van wat Link ziet. Oké, als jij die C's hebt, hè, dat zeg maar, zijn eigenlijk ook van die bakjes. Als je de C ziet als bakje, zit er dan ook een streepje in dat bakje of niet? Geen streepje in het bakje, over. Oké, dan denk ik dat ik hem dan weet. Ik ga even kijken. Ik ben heel erg benieuwd wat het doen is. Oké, je gaat zeg maar vanaf het rondje met het kruisje erin, ga je omhoog. Mm-hmm. Dan heb je zeg maar een soort moersleutel heb je. Dan heb je eigenlijk twee streepjes, die twee gaan naar beneden toe. Dan heb je één streepje die gewoon horizontaal is en dan... Uiteindelijk dat bakje met die rondjes en die streep erin, toch? Over. Dat was hem helemaal spot on! Deze was echt heel erg moeilijk. Oké, ga naar de blauwe kamer toe en dan gaan we die ook proberen. Over. Oké. In de blauwe kamer zit ook een logo. Dus ik denk dat Link wel iets op het sporen is. Ik ben in de blauwe kamer, over. Wat ik zeg maar nu zie is een soort streepje met twee van die kleine mini-haakjes erin. En ik kan nu even een staart eronder doen. Dus daaronder kan ik een staart doen. Ja. Het kan een duivelstaartje zijn. Het kan een rondstaartje. Staartje zijn. Het kan even kijken. Het kan ook een staartje zijn met een soort, ook een bakje met een streepje erin. Of ik kan er al meteen bovenaan een bak doen met twee van die horentjes. Wat moet het zijn over? Het staartje heeft een rondje aan het einde. Oké, dan toets ik die aan. Als het goed is, moet het dan ook meteen erboven moet het een bakje zijn. En bij de, bovenaan die bakjes, bij de puntjes, zitten driehoekjes. Klopt dat? Over. Dat klopt. Over. Dan in het midden een rondje. Oké, helemaal top. Dan wil ik nog één ding weten. Zit er in dat bakje een target logo? Nee, het is gewoon een cirkeltje. Oh, het is gewoon een cirkeltje zonder puntje erin. Klopt dat? Over. Geen puntje aanwezig. Oké, dan heb ik Oh! Joost, het staat bij mij in de fik. Ik weet niet wat er is gebeurd. Er zit in het midden. Is alles wat onder zat, is ineens lava geworden. Is er bij jou ook wat gebeurd? Over. Oh, ja, zeker. Er zijn allemaal hiërogliefen gekomen hier, die licht geven. Met allemaal lijnen die er naartoe wijzen. Een soort van pad. Holy shit, ja, dit is een pad. Oké, dit is een pad van hiërogliefen. Over. Zeg maar, in het midden zit er een bepaald kunstwerk. En ik kan die hiërogliefen kan ik indrukken. Ik ga er nu even eentje indrukken. Ik kan allemaal verschillende dingen indrukken. Ik kan ze ook weer uitdoen. Hoor je dat ook? Of iets in de richting over? Het is een volgorde die je moet indrukken. En ik heb de volgorde hier. Maar er zit zeg maar een begin en een einde aan de lijn. Dus ik weet nog niet precies wat de eerste en wat de laatste is. Over. Nou, probeer het maar eerst met de allereerste. En dan probeer ik ze aan te tikken. Over. Het zijn als het ware... als je zeg maar een dakje hebt en die dan op zijn zij zet en die dan twee dakjes in elkaar. Waardoor je in het midden een ruitje krijgt. Aan de bovenkant een V en aan de onderkant een V omhoog, zeg maar. Dat is echt een kutbeschrijving, Joost, maar probeer er wat mee over. Oké, misschien is het makkelijk te beschrijven. Het is een X eigenlijk en aan de rechterkant en de linkerkant heeft hij een dakje eigenlijk. Over. Ja, die zie ik ook. Maar dat is de laatste. Dit zijn twee X'en op elkaar. Over. Twee X'en op elkaar. Oké. Ik heb ook nog eentje dat eigenlijk een X is. En dan heb je erboven nog eigenlijk een klein dakje, waardoor het een soort krulletje is. Bedoel je die? Over. Nee. Die zit ergens halverwege. Kijk, dat ding wat je net beschreef, dat is denk ik de allerlaatste hieroglyf. Die je als allerlaatste moet indrukken.
Ik ben nu op zoek naar twee x'en op elkaar. En dat is de allereerste. Ik heb de twee x'en boven elkaar heb ik gevonden. Over. Die heb ik ingedrukt. Over. En het volgende hieroglyf is als het ware een soort van strikje. Weet je wel? Een bowtie. Zo'n ding wat je draagt op je pak. Over. Oké, het strikje. Oké, ik heb hem ingedrukt. Oh, dat is, de lijnen zijn nu ook aan elkaar bij mij. Het is nu een vuurlijntje ertussen. Oké, wat is de volgende over? Oké, de volgende is misschien wat lastiger te beschrijven. Maar het lijkt een beetje op het strikje. Alleen in het midden zit zeg maar geen kruis. Het is een open strikje. Het is heel gek om te beschrijven. Een soort van bioscoopkaartje lijkt het op of zo. I don't know. Over. Het lijkt op zo'n ticket die je krijgt als je bij een arcade bent, toch? Over. Ja, die bedoelde ik. Over. Oké, ik heb hem ingedrukt. De volgende alsjeblieft. Over. Zapdos. Oh, dus degene met een dondertje bedoel je. Over. Ja, een soort van snor met een donders bliksem eronder. Over. Ik heb hem ingedrukt. Wat is de volgende? Over. De volgende is een ruitje met een hele grote verticale streep doorheen. Over. Een ruitje met een verticale streep doorheen. Ik denk deze. Ik heb hem ingedrukt. Volgende over. Volgende is dat krulletje wat jij net zei. Het lijkt ook een beetje op een visje. Over. Ik zie het visje. Een visje zeg maar zonder laatste streepje zeg maar eronder. Die heb ik ingedrukt. Over. Netjes. Oké, het volgende icoon lijkt een beetje op prikkeldraad. Het is een kruis met een heel klein horizontaal streepje in het midden. Ik heb hem ingedrukt. Ik druk de laatste ook alvast in. En we did it, motherfucker. Ik hoor muziek. Ik hoor heel veel muziek. Ik hoor de epische muziek. Ik ga kijken of mijn deur open kan. Ik dacht bij mezelf, shit, de deur is nog dicht. Maar ik ga naar de allereerste deur toe. Maar mijn deur is open en ik ben er nu doorheen gelopen. Over. Jouw deur is open. Maar mijn deur is niet open. Over. Oké, Joost. Ik ben nu weer bij een nieuw boek of zo. Dat boeit eigenlijk niet. Ik zie hier een hendel. Ik ga hem overhalen. Ik weet niet of ik jou nu heb opengemaakt. Over. Oké, ik ga weer even de trap op. Kijk, een avontuur. Oh, ik heb hier... Spikes. Oké, dan moet Joost iets doen. Oké, Link, even wat anders. Ik heb een kamer gevonden. In de kamer is een hendel met een lampje erboven en een boek. Oh, Joost, heb ik ook. Oh mijn god, daar... Wacht. Oké, daar was ik dus net ook. En ik wilde nu eigenlijk terug gaan lopen. Maar mijn trap is weg. Een deel van mijn trap is weg. En er is nu lava, dus ik kan daar niet meer terugkomen. Kan jij die hendel overhalen, over? Ik zal de hendel overhalen, over. Oké, wat de hel is er gaande? Oké. De hendel is over. Oké, er is niks gebeurd. Ik zit zeg maar vast nu, want ik kan daar nu niet meer terug, omdat mijn trap zeg maar kapot is. Maar wat ik wel heb, is een kruis. Ik heb een kruis staan met een bepaald kompas en allemaal verschillende figuurtjes erin. En ik denk dat we die figuurtjes moeten gebruiken om mij verder te laten langs deze spikes. Over. Ik kijk nog even rond in dit... Oh joh, er is hier een deur open gegaan. Oh, hang on. Ik heb een random deur gevonden die open is gegaan. Oh, what the fuck? Oké, de deur ging meteen dicht toen ik naar binnen stapte. Oh, shit. Oké. Ik zie hier allemaal kistjes in spikes. Over. Oké, ik heb zeg maar een kompas ergens staan in een kruis. En de kompas zit onderaan. En het is heel erg vaag. En er zit een vijfhoek zit erbij. En nog een vijfhoek. Een vierhoek. Dus gewoon vierkant. En een driehoek en een driehoek. Ik weet niet of je daar wat aan hebt. Over. Ik heb de kisten opgepakt. Oh mijn god. En alle kisten hebben een soort van figuur eromheen of zo. Het is heel lastig te beschrijven. Oh maar God. De kisten Joost, hebben, je de back. Kisten hebben Joost, allemaal niet weer. Niet figuurtjes weer. Op zich. Hou je back. Het zijn volgens mij allemaal hetzelfde. Ja. Bijvoorbeeld aan Joost, één zijde back. Is de driehoek. Joost. De andere zijde is Joost, de kompas. Joost, de andere zijde is de Joost, vierkant. Smoe houden. Joost, je moet je smoe houden. Ik ga hartstikke dood. Snel wezen. Alle trappen gaan weg en ik val dadelijk in het lava. We hebben nog echt heel korte tijd. Heel korte tijd. Oké. Wat zie je allemaal op de kist? Wat zie je op de kist over? Kompas, driehoek, vierkant, vijfhoek, et cetera. Over. Ja, oké, dat is mooi. Daar moeten we iets mee doen. Over. Oké, kan je ze verplaatsen of iets in die richting? In een kruisvorm. Over. Ik kan alle dozen oppakken. Het zijn er meerdere. Het zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dozen. En in het midden een altaar waar ik de dozen op kan plaatsen. Over. Oké, maak er een plus van. Oké, je moet er een kompas moet onderaan de plus staan. Dit is echt veel te moeilijk om uit te leggen, ouwe. Oké, pak het kompas en leg die helemaal onderaan. Over. Oh mijn god, wat hoor ik? Ik heb geen idee wat ik hoor. Help, wat deed ik? Je hebt denk ik wat fout gedaan. En er zijn echt heel veel treden daardoor weggegaan. Over. Ja, ik legde de doos op het altaar om te kijken wat er gebeurde. En in één keer hoorde ik een herrie en gingen alle dingen omhoog. Maar ik kan weer een doos pakken nu. Ja, schiet op Joost. We hebben echt nog maar 10 seconden tijd of zo. Over. Moet het kompas naar wijzen? Het kompas moet wijzen naar het oosten toe. Over. Nee. Een figuur. Waar wijst het naar? Wat voor figuur? Over. Het wijst naar geen figuur. Over. Want het enige wat die doos onderscheidt is zeg maar het kompas. En het kompas wijst telkens naar een andere figuur. Naar een driehoek, naar een vierkant, et cetera. Over. Nou ja, wij zeg maar nergens naar. En zeg maar, aan het westen van het kompas zit wel een vijfhoek. Maar ik heb nog maar 2 trees om te staan, Joost. Ik hartstikke dood over. Oké, ik heb nu eentje waar aan het westen van het kompas een vijfhoek... Ja. Okay,
Joost, mijn laatste tree. Ik wil zeg tegen Alicia dat ik van de hou, oké? Over. Wow! Ik ben dood. Ik ben weer bij hetzelfde kruis en weer bij hetzelfde soort puzzel. Ga daarheen, over. Ik ben onderweg, over. Oké, de treden gaan nog niet weg, dus je hebt het spel nog niet gestart. Ik denk dat op het moment dat jij de kamer in gaat, dat het spel dan gaat... Ja, het spel begint, over. Ik liep de kamer in, oké. Beschrijf me wat dat kompas ziet, over. Oké, het kompas zit, is wederom in een kruis, zeg maar, van 4 hoog en dan 2 dingetjes aan de zijkant. Kompas zit op de linkerkant van het kruis. En dan hij wijst zeg maar ook naar de linkerkant toe over. Zie je ergens vormen over? Ja, ik zie 2 vijfhoeken, 1 vierkant en 3 driehoeken over. Hoeveel driehoeken over? 2 driehoeken. En zeg maar, de kompas zit, het zuiden van het kompas, zit er een rechterkant van de driehoek. Zit daar tegenaan over. Ik ga zoeken. Ja, Joost gaat maar lekker zoeken. Ga maar lekker zoeken. Alsof ik geen... Ik heb geen haast. Nee hoor. Oké, ik heb er nu eentje gevonden waarop zitten 1 vijfhoek. Nee, 2 vijfhoeken, 1 vierkant, 2 driehoeken. En aan de zuidkant van het kompas zit de rechterkant van een driehoek. Zeg de laatste nog eens een keer over. Aan de zuidkant van het kompas, dus onderop, zit een driehoek waar de vlakke kant richting het kompas staat. Over. Dat is meemal, Joost. Doe er iets mee. Over. Oh. Dit. Joost, het was veel makkelijker. Oké, ik moet nu verder de trap oplopen. Dus we hebben nu meer tijd. Ik heb nu wederom eenzelfde soort kruis. Ik ga hem nu aan je beschrijven. Het kompas zit aan precies dezelfde kant als de vorige keer. Wijst precies dezelfde kant aan. Zit ook wederom een driehoek naast. Alleen nu wijst die driehoek naar dat kompas toe. Over. Ik zit nu in de ruimte. Nog een keer. Wat zie je? Oké, het precies hetzelfde als de vorige keer. Kompas aan precies dezelfde kant. Wijst precies dezelfde kant aan. Driehoek zit ook aan dezelfde kant. Aan de zuidkant. Alleen dit keer is de platte kant niet naar de driehoek of naar het kompas toe. Maar de punt wijst naar de kompas toe. Over. Aan de zuidkant weer? Over? Aan de zuidkant. Over. Oh god. Yo, schiet nou eens op, man. Denk dat ik hem heb. Checken. Oké, hang on. Ik heb 2 kisten waar de punt van de driehoek naar het zuiden van het kompas wijst. Die moet iets specifieker zijn. Over. Oké, naast die driehoek zit nog een driehoek die precies dezelfde kant op wijst als die eerste driehoek. Over. Dan moet dit hem zijn. Over. Oh god, laat het hem zijn. Joost, schiet op. Nee. Nog specifieker. Het zijn 2 dezelfde. Oké, en aan de andere kant van die driehoek zit er een vijfhoek. En naast die vijfhoek zit er dan weer een vierkant. En naast de allereerste driehoek zit daaronder ook een vijfhoek. Over. Kut, ze zijn bijna precies hetzelfde. Over. Oké, Joost, maak een gok. Ik heb echt heel korte tijd. Maak de gok nu. Go. Oké, fuck it. Ik doe deze. Oh, god. Verkeerd gokt. Over. Oké, Joost, andere. Andere. Go. Oh mijn god. Ik pak hem snel, rustig aan. Oh mijn god, snel. Nee. Oh. Joost, echt een honderdste. Je had hem echt net, ouwe, net. Ik viel naar beneden, ik had nog net de sprong gehad. Oké, we hebben nog een laatste, over. Ik ben in de kamer, over. Jesus Christ. Joost, ik was bijna dood door jou voor de tweede keer. Sorry. Okay. De kompas zit in het midden. Hij wijst naar het noorden toe. En aan de noordenkant van de kompas zit een vijfhoek. Oké, onthoud dat. Noordkant is de enige vijfhoek. Dan, nee, dat is niet waar. Noordhoek, een vijfhoek. Aan de oostkant, dus dan doe je een kwartslag, is ook een vijfhoek. Het zuiden zit een driehoek. En aan de westkant zit een vierkant. En onder de driehoek zit ook nog een driehoek. En die wijzen naar elkaar. Over. Oké, noord, vijfhoek, oost, driehoek, west, driehoek, zuid, vierkant? Nee, noord, vijfhoek, oost, ook vijfhoek, zuid, driehoek en west, vierkant. Kant. Oh god, die hebben een fout. Hij fucked up, het spijt. Yo, snel wees, ik heb nog wel een paar treden over. Noord, vijfhoek. Vierkant. Schiet op, man. Jezus, man. Deze dan. Kom op. Got him. Waarom kan het zo lang duren met die... Oh, jep hem. Oh mijn god, die hebben mijn leven gered. Oké, dankjewel. Op naar de volgende kamer, over. Deze was intens, ouwe. Ik loop nu door naar de volgende kamer, over.